Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Aan de satellietfoto is niet zo heel veel bijzonders te zien. Nederland ligt in het algemeen onder een wolkendek, waarbij de bewolking in het zuiden van het land iets minder dik is. En de zon af en toe even doorbreekt. In het noorden van het land is de bewolking wel dik en regent het al geruime tijd. Nou, die neerslagzone in het noorden ligt ook een klein beetje stationair. En zal niet zo heel veel van plaats veranderen de komende uren. Verder zien we boven het land wat buien tot ontwikkeling komen. En die hebben we de rest van de middag. Dat kunnen felle exemplaren zijn. Trekken langzaam in oostelijke richting weg en lang niet overal zal het even nat zijn. Er zijn ook plaatsen waar het gewoon helemaal droog blijft. Die buien zullen vanavond verdwijnen. Die neerslagzone in het noorden van het land begint zich heel voorzichtig wat uit te breiden. Het gaat nog niet zo heel snel, veel verder dan de kop van Noord-Holland en de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe zal die neerslag in de avond nog niet komen, maar in de nacht breidt hij zich verder uit over de rest van het land en alleen in het zuidoosten is het nog tot tegen de ochtend droog. Minimumtemperaturen liggen vannacht rond een graad of 14 en morgenochtend blijven die temperaturen lang op op dat Niveau hangen met een regenachtige ochtend. Aan het eind van de ochtend begint het in het noordwesten droog te worden en in de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog, met ook vaker de zon. En als de zon dan nog even doorbreekt, kan het lokaal nog 20 of 21 graden worden. De temperaturen van 20 graden en meer zitten er de dagen daarna wat vaker in. We zitten daar meestal net iets boven met lichtwisselvallige condities. Zondag een enkele bui, net als maandag en dinsdag, maar er zijn ook zonnige momenten met de wind hoofdzakelijk in een westelijke richting. Zou het dan nog een keer echt zomer worden? Die kans is er wel. Maar die kans is ook niet meteen ultra groot. Misschien later in de week een keer 25 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl